Hey, hallo iedereen en welkom bij Bax Music. En vandaag zitten we in een aangepaste studio, want dit is een special How to Pedal Boards. Inderdaad, want in deze special kom je bijna alles te weten over pedal ben jij dus bezig met jouw eerste peddelboard of denk je eraan om een peddelboard te kopen? Of weet je het eigenlijk nog niet zo goed? Of heb je er alleen maar wil je dit eigenlijk ook wel volgen? Hartelijk welkom. En in deze special, die start met ongeveer vier episodes, leggen we jullie stap voor stap uit uh, wat een peddelboard is en hoe je het op de beste manier kan maken. Allereerst. De uh, basics. Hè. We zijn denk ik allemaal uh, muzikanten die op een gegeven moment starten met een gitaar. En meestal zo'n heel kleine transistor amp. En daar zitten dan kleine effectjes in. Meestal reverb. Uh, Sommige hebben ook uh, modulation, een beetje phaser of zo. Een beetje delay. En ze hebben verschillende amp-types. Zoals uh, ja, een clean amp of een distortion of heavy metal. Die kleine amps waarmee je kan starten zijn tegenwoordig. Echt zo goed, maar er komt natuurlijk een moment dat je jouw allereerste pedal wil of gaat aankopen, want laten we eerlijk zijn: pedals, het is gewoon perfect. Het is de ideale tool om als bassist of gitarist jouw eigen sound te gaan ontwikkelen en het is gewoon super verslavend om al die pedalen te zien en zelf uh, jouw eigen sound in elkaar te gaan boksen. Want het aantal pedalen is echt enorm. Vroeger had je eigenlijk ja, de, de, de basis of de eerste pedalen, de, de bospedalen bijvoorbeeld. Ja, je ziet hier: hier heb je een TS2, uh, die eigenlijk al uh, ja, heel wat oorlogen heeft meegemaakt, precies, maar die werken nog perfect. Bospedalen kunnen zelfs nucleaire rampen overleven. Maar de laatste tijd ja, komen er echt honderden pedalen per maand uit en kan je dus kiezen uit duizenden, tienduizenden pedalen, elk met hun eigen karakter. Dus het is echt wel super leuk om uh, dat aanbod uh, uit te proberen en zo jouw eigen sound te maken. En dan zit je dus thuis of sta je in de repetitieruimte en liggen die pedalen dus op de vloer. En dan begint het natuurlijk, hè, want van één pedaaltje komen er meestal twee. En dan koop je een, een, een tuner die je ook als pedal gebruikt, en misschien ja, toch wel een overdrive. En goh, misschien toch wel een ja, extra modulation pedal, of misschien wel een compressor en noem maar op. Dus sta je er uiteindelijk met een aantal pedalen. En dan wordt het moeilijk als je bijvoorbeeld gaat optreden. Want wat doen we dan meestal? Is stroom overal uittrekken, patchkabels. En we gooien alles in een koffer of een zak. En we gaan naar het concert. Daar laden we terug eigenlijk alles uit. terug de patchkabels in, welke volgorde. Oké, okay. hopen dat de knoppen niet verschoven zijn. Terug de stroom. Oké, okay. welke adapter hoort bij? Welke pedaal. Enzovoort. We verliezen dus eigenlijk enorm veel tijd. En daarom is er natuurlijk het. Paddleboard. Dat is reden nummer één. Een pedalboard is eigenlijk een IKEA-model of een curverbox voor uh, pedals. Waar je dus op een hele makkelijke manier jouw pedalen in principe kan verzamelen. Hè. Blijven goed zitten. Waar je de patchkabels en stroom en dergelijke op een, op een hele deftige manier kan uh, organiseren. En je dit zo in een case of in een bijhorende zak. Hè. Want meestal hebben een zak of een case. Kan je het zo meenemen van de repetitieruimte naar het concert? Yep. Enkel uh, jack van de gitaar en jack naar de amp in. En alles werkt. En geeft de sound zoals je eigenlijk in de repetitieruimte gewoon bent. Dus dat is eigenlijk het doel van zo'n pedalboard: is alles georganiseerd krijgen. Je eigenlijk niet te veel zorgen hoeven te maken. En vooral heel veel tijd besparen. En natuurlijk ook de pedals. Want pedals zijn. Je vindt ze eigenlijk in alle soorten kleuren, maar ook prijzen. Natuurlijk, als je een hele collectie paddles hebt, dan uh, worden jouw paddles niet zoals deze eigenlijk tot uh, pulp geschopt. Maar dan blijven ze mooi en netjes. En kan je ze zelfs ook meenemen naar huis of een ander optreden. Anyway, paddleboards, het is gewoonweg prachtig. Oké. Okay. We starten eigenlijk bij uh, het begin. En dat is... Ja, welk paddleboard? Er zijn er eigenlijk gigantisch veel op de markt. He, voor alle duidelijkheid wat ik hier ga laten zien uh, in deze episodes, zijn maar een deel he, van wat er bestaat. Ook naar pedals toe, ook naar patchkabels of power. Ik ga het altijd wel duidelijk zeggen, van, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Sommige hebben voordelen, andere hebben nadelen. Of een mix van beide. Maar je hebt eigenlijk wel nog keuze genoeg. Oké, okay, ik heb er even de laptop bij gehaald om naar onze Bax site te gaan. En gewoon te kijken naar paddleboards. En daar zie je uh, gigantisch veel mogelijkheden, zoals gezegd. En ook prijzen. Dus uh, heb je niet zo'n heel groot budget, dat houd je absoluut niet tegen. Paddleboards zijn er ook in, in, uh, in allerhande prijzen. Bijvoorbeeld uh, de inox-pellboards zijn eigenlijk supergoed. Uh, daar zit de velcro. En deze velcro die je hier aan de bovenzijde, die er eigenlijk voor zorgt dat de pedalen erop blijven te zitten. Die zit daar al vast op gemonteerd. Die heb je ook in verschillende uh, groottes. Allemaal ook met een draagtas en dergelijke. Dus je hebt de inox je hebt hier SKB, de Paddle Trains, Palmer, Rockboards, Moor. Je hebt zelfs... Uitschrijfbare dat tegenwoordig. Je ziet het, sommigen komen met een kist, sommigen komen met een zak, maar je ziet de prijs. Het start eigenlijk al bij een 20-30 euro en het kan eigenlijk zo ver gaan als je zelf wil. En daar starten we dus mee, eigenlijk de grootte van een paddleboard. En je hebt hier bijvoorbeeld een paddletrain Nano, dat is een van de meest kleine paddleboards. Uh, waarom zou je dit nemen? Misschien heb je nog maar één pedaal of heb je niet zo'n heel groot budget. Je moet er natuurlijk altijd wel mee rekening houden. Die pedalboards hier die gaan echt jouw leven lang mee. Uh, dit is bijvoorbeeld een van mijn eerste, dat is nu meer dan uh, 20 jaar oud. Ziet er eigenlijk nog perfect uit. Werkt ook nog perfect. Zit geen deukje aan. Dus zo'n paddleboard, hou rekening mee. Het blijft leven. Dus kijk ook een beetje vooruit in de toekomst. Je hebt heel grote paddleboards bijvoorbeeld. Zoals deze. Dit is een Pro FX. Check it. Gewoon heel groot. Dat hoeft natuurlijk ook altijd niet. Ja, je hebt zoveel verschillende mogelijkheden en dat staat eigenlijk ook op onze website. Heb je de afmetingen? Wat ik eigenlijk wil zeggen is: kijk ook een beetje vooruit naar wat je in de toekomst gaat doen. En niet morgen, maar misschien volgend jaar. Of staan er nog een aantal pedalen op jouw bucketlist? Hou dan zeker rekening dat je pedalboard ineens niet te klein is. Want dan kan je natuurlijk heel weinig mee en moet je eigenlijk naar een nieuwe versie. Nogmaals, zoals je kon zien daarnet. Er zijn firma's, bijvoorbeeld Tadario heeft nu een uitschuifbaar pellbord, waar je eigenlijk kan starten met een, kleine, een kleinere versie en dan uitschuiven naar een dubbele versie. Kan natuurlijk ook. En je hebt natuurlijk ook uh, grotere versies van Enox en Moore en Peltrain en noem maar op. Dus check zeker de grootte en probeer in te schatten wat je ook naar de toekomst toe gaat nodig hebben. De meeste paddleboards, zeker diegene die op een hoek staan, zoals je hier ziet. Hè. Deze heeft eigenlijk een hoek. En die hoek is eigenlijk heel makkelijk, niet alleen voor wat je hier ziet, en dat is de stroom. Hè. De meeste stroomadapters of voedingen, multivoedingen, en daar hebben we het in een andere episode meer over, over de voeding zelf. Uh, maar de meeste pellboards hebben die graad. En kan je heel makkelijk de multivoeding eigenlijk onderaan het pellboard vasthangen. Zodat je eigenlijk hier niet te veel plaats kwijtspeelt aan voeding. En het is ook mooier en properder. En want hier komen natuurlijk alle kabeltjes uit die naar de verschillende pedalen gaan. En staat zo'n voeding bovenaan, dan zie je dus natuurlijk een hele troos kabels. En dat is ook niet zo mooi. Uh, het is ook misschien makkelijker om zo'n kabeltje dan los te trekken. Dus een, 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 een pijlbord in zo'n graad is eigenlijk wel, heeft zijn voordelen zeker naar de voeding toe, zodat alles mooi en netjes blijft. En ook als je optreedt of in de repetitie zit. Wanneer een pellaboord die graad heeft, heeft natuurlijk ook jouw pedel die graad en het werkt eigenlijk wel makkelijker. Zeker als je ze uh, boven elkaar gaat plaatsen, hè, bijvoorbeeld zo, werkt dit eigenlijk wel makkelijker en kan je makkelijker aan de tweede rij met jouw voet dan dat je bijvoorbeeld hier zo. Hè, dit is nu niet het correcte formaat, maar wat, je snapt het wel? Het is moeilijker om dan met je voet hier op de tweede rij op deze knop te gaan drukken zonder dat je bijvoorbeeld deze uh, knoppen hier zou beschadigen. Dus pelleboards met die eigenlijk een beetje uh, schuin staan naar jou gericht zijn, wat mij betreft, uh, de beste oplossing. Dit soort pelleboards wordt vaak gebruikt voor uh, bijvoorbeeld keyboardspelers of in een studio. Paddleboards zijn er natuurlijk niet enkel voor gitaristen en bassisten, maar worden eigenlijk gebruikt door, door uh, muzikanten, producers die eigenlijk ook uh, naast hun computers een aantal pedals gebruiken. Heel veel pedals zijn niet enkel gemaakt voor gitaar of bas, maar worden eigenlijk voor alles gebruikt. En dan is dit eigenlijk ook wel makkelijk, zo'n kleintje bijvoorbeeld als je drie pedals hebt, een multi-reverb of, of whatever. Uh, en je zet het naast je bureau, is het eigenlijk wel makkelijk. Ik heb eigenlijk heel recent de band Brass Against live gezien in het voorprogramma van Tool. Dat zijn dus eh, brass, blazers, tenor, saxofoon, trombone, trompet, noem maar op. En die hadden eigenlijk allemaal ook een pedalboard uh, net voor hun voeten staan. Dus die, die gebruiken het zelfs. Met hun trombone en, en, en tenorsaks, wat eigenlijk ook wel echt super cool was. Dus pedalboards is eigenlijk voor elke muzikant. Jawel, zelfs zangers en drummers gebruiken het. Let zeker op een aantal details als je zo'n pedalboard koopt. Ik zeg het, de meeste hebben een uh, draagtas of zelfs een koffer, maar ik zal het zeker bekijken. Ik denk niet dat ze allemaal eentje hebben, de meesten wel. Maar ik zal toch zeker opteren voor eentje met draagtas, want die zijn eigenlijk speciaal gemaakt voor dat type, inclusief pedalen natuurlijk. Uh, en zo hoef je achteraf niet op zoek naar een koffer die waarschijnlijk veel te groot of veel te klein zal zijn. Dus ik zou het toch zeker in overweging nemen: check zeker in de omschrijving, zit er een draagtas of koffer bij? Nu, de koffers zijn natuurlijk ja, gemaakt echt voor on-the-road. Uh, zijn meestal ook wel een pak duurder. Uh, nu de draagtassen van tegenwoordig, en dat gaan we uh, straks zien bij het paddleboard dat we gaan klaarmaken, zijn echt al van zo'n kwaliteit dat ze eigenlijk ook super goed zijn om mee te pakken on the road, of in de bestelwagen, of in de auto. En wees gerust, er zal niks aan jouw pedalen komen. Oké, okay, hier zijn we dan met het paddleboard dat we zo net aangekocht hebben. En ik ga het met jullie stap voor stap klaarmaken. Zoals gezegd, sommige paddleboards, zoals de Inox versies, komen eigenlijk kant-en-klaar bij je toe. Uh, velcro is er eigenlijk volledig uh, op gemonteerd, mooi gemonteerd. Het enige wat je kan doen, is bijvoorbeeld uh, de voetjes nog iets hoger zetten. Dat heb je bijvoorbeeld bij de peltrains niet, hè. Die, die is vast. Sommige hebben uitdraaibare, zoals de Inox hebben uitdraaibare voetjes, maar deze, de meeste paddleboards komen wel apart met Velcro. En ik dacht, oké, okay, dan kunnen we misschien eentje klaarmaken hier. Dus wat zit er in zo'n tas? Dat is allereerst het paddleboard. Hopla! In dit geval hebben we de Nano Max van Train. en nog een ander zakje met allereerst een draagriem en twee soorten velcro. Verder hebben we in deze zak nog uh, stripjes. Dat ja, ga ik straks ook even uitleggen. En that's it. Dus zoals je kan zien, de, de, de draagtassen van tegenwoordig zijn echt super goede kwaliteit. Je kan er zelfs een riem aan hangen als je wil. dus uh, is ook makkelijk. En er is vooral voldoende plek. Dat zie je hier aan de, de hoogte. Als je het paddleboard bekijkt. Zie je het, er zit een hoogte genoeg om perfect jouw pedalen op te monteren. Voilà! Oké, okay, we hebben de Pedal Train Nano Max. De stripjes worden eigenlijk bijgeleverd. In dit geval is dat voor kabeltjes mooi bij elkaar te zetten. Nu je moet echt eens online kijken naar Pellboards of the Day. Hashtag of the Day. Of echt uh, heel boutique uh, Pellboards. Het zijn echt gigantische kunstwerken. Uh, mensen maken echt alle kabeltjes op maat. Uh, plaatsen die heel mooi in kabelgootjes. Uh, beginnen met uh, stripjes. Die heel, het is echt een super, super cool uh, iets om naar te kijken. Ik zal zelfs een foto even in beeld brengen zodat je kan zien waarover ik het heb. Alright, en dan hebben we twee soorten velcro. We hebben de zachte kant en we hebben de harde kant. Dit zijn eigenlijk, als je het heel goed bekijkt, kleine haakjes. Kleine lusjes, kleine haakjes. Waar deze pluizige dingen in vast raken. En dan krijg je het velcro-effect. Voilà. Ik krijg van. Sommige mensen de vraag van kunnen we de velcro niet van bij het begin uh, vervangen door betere of meer stevigere velcro? En dat klopt. Uh, deze velcro is standaard. En er is velcro op de markt die echt een pak steviger is. Maar ikzelf heb al meer dan 25 jaar pedalboards Ik heb altijd de standaard velcro gebruikt die bij het pedalboard zat. En ik heb nog nooit echte problemen gehad. Uh, ik zeg het zelfs, het, het oude pedalboard werkt nog altijd perfect. Dus heb je echt die heel stevige velcro nodig? Wat mij betreft niet. Nu nog een hele leuke gimmick en die is verkrijgbaar uh, bij Train en bij Inox is gekleurde uh, velcro. Die kan je ook apart kopen op onze website Bakshop. Uh, en is misschien wel leuk, uh, je ziet mensen die rode velcro gebruiken of paddleboards in de kleur van een, uh, van een vlag, van een landvlag. Of ja, volledig paars, omdat ze zich paars voelen of whatever. Maar het is eigenlijk ook wel leuk. Ik vind persoonlijk uh, het zwart nog altijd het meest mooie, omdat het nog altijd heel mooi discreet en zwart blijft. Zeker op een podium, als je gaat spelen, uh, denk ik dat... De oranje velcro echt wel gigantisch opvalt. Nu ben je daarvoor, by all means, koop het of geel of blauw of zwart of wit. Uh, het is er, dus zeker verkrijgbaar op onze website. Maar zoals gezegd, de zachte en de harde kant nu op. Het pelleboord zelf gebruiken we steeds de zachte kant. is misschien makkelijk. Om, om te onthouden dat als je een pedalboard vastneemt, dat je niet steeds pijn doet. Hè? Want oh, het is niet dat je echt enorm veel pijn doet, maar heel aangenaam om constant uh, het gevoel te krijgen is het ook niet. Dus de meest zachte kant komt op het pedalboard en de meest de lusjes, dus de harde kant, komt op de pedals. De Velcro die is bijgeleverd bij zo'n pedalboard is meer dan voldoende. Zeker voor de basis en ook uh, de velcro voor de pedal zelf is ook meer dan voldoende. Kom je echter in velcro-nood, geen nood, uh, altijd apart verkrijgbaar, zoals gezegd, ook in kleuren. Maar nogmaals, normaal gezien moet het wel volstaan. Voilà, en dan beginnen we dus met deze paddle train klaar te maken. Nu, sommige mensen uh, stoppen hier aan het streepje. Ik ga de volledige breedte uh, benutten. Hè, want uh, hoe meer paddels ik kwijt kan op het paddleboard, altijd, hoe beter. Eigenlijk heel eenvoudig. Er zit een, uh, een strip hier aan de achterzijde en die is zelfklevend. Uh, dus ik heb hier echt alles meegebracht voor deze special. Hier staat een serieuze container met gerief. Voilà, ik ga ongeveer meten. Dus dat is ongeveer tot hier. Stukje meer doen. Voilà, dat is één. Altijd een beetje opspannen. Want als je natuurlijk zo gaat rekenen, ja, dan heb je natuurlijk veel te veel. Dus een klein beetje hier opspannen. Ik zei het, ik doe een klein beetje meer en werk het nadien mooi af. Voilà. Dus je ziet, dit is eigenlijk wat resteert. Ik denk dat het bijna het dubbele is van wat hier voor dit pijlboord nodig is. Dus geen zorgen. Hier zit er een klein stukje. Kan je eigenlijk mooi bijhouden voor de toekomst. Voilà. Dus je start eigenlijk aan één zijde. Het kleeft echt wel. Hard, dus het komt echt niet meer naar voren. Zeker niet. Ik start aan deze zijde. Voila, mooi. <coughs> Ik ga het zo doen dat je goed kan kijken. Ik span het goed op. Zo. is hierbij aangebracht. Op naar rij twee. Voilà. Dat's het hoe ik zelf nog mooi afwerk. Is met een kuttermess. Voilà. Ook hier hebben we nog stukje En voilà, we hebben een heel mooi pedalboard. Als je dan gelijk welke pedaal neemt, dan... ...past hij perfect. Dus eigenlijk op elk pedalboard past hij perfect. Deze twee rijen zijn natuurlijk echt gemaakt voor de standaardformaten die bijvoorbeeld deze Walrus Audio Sleu... Uh, ...je ziet het, het is eigenlijk... Perfect op maat gemaakt. Kom natuurlijk aan het uh, punt dat we de pedalen moeten voorzien van de van de harde velcro. En daar heb je echt heel veel mogelijkheden toe. Uh, sommige mensen gebruiken hele kleine stripjes. Um, ik dus bijna nooit. Maar bijvoorbeeld de helft hier. Uh, soms kan je het eigenlijk ook gewoon volledig doen in het midden. Misschien moet je wel opletten dat je zeker uh, spatie laat voor de vijstjes hier. Uh, mocht er iets mis zijn met jouw pedaal, dat je nog makkelijk de achterkant ervan kan schroeven. Uh, je hebt bijvoorbeeld in deze manier hou ik nog plaatsvrij voor uh, ja, serial number ofzo. Uh, hier is het ook een beetje plaatsvrij houden voor het serial number, Niet dat het moet. Uh, bijvoorbeeld bij de bospedalen. Hè. Die hebben zo de, de, de gummy ondergrond. Er is echt nog van bij de basis. Toen gebruikte men eigenlijk quasi nooit het pedalboord. Dus dit was echt perfect om op de grond en niet weg te schuiven. Dit soort pedalen zou wegvliegen tegenwoordig. Uh, het is wel iets moeilijker om velcro op te kleven. Ik ken heel veel mensen die. Uh, dat was eigenlijk een truc die ik pas heel laat ontdekt heb. Uh, die dus gewoon de, de vijstjes. Opende de achterzijde, omdraaide, terug vastvijzen. En dan heb je eigenlijk een, een heel platte achterzijde waar de velcro echt super, super makkelijk op kleeft. En dus je ook het serial number en zo eigenlijk niet beschadigt. Het principe is net hetzelfde. Hè. Uh, je gebruikt deze kant en hoeveel je ook gebruikt, hè, is het bovenaan of onderaan. Dit is misschien iets meer of makkelijker voor dit soort belboards hier. Ja, maakt het eigenlijk niet uit waar en hoe je de pell zet. Dit is niet 100% goed. Uh, want je ziet dat de onderzijde hier ja, eigenlijk gewoon los staat. Dus dit zou ik absoluut niet doen. Um, je hebt echt mensen die, uh, die er een kunst van maken om de pedaal echt mooi uitgesneden met kleine lapjes en, en noem maar op. Dus hoe je het ook doet, ik zou zeggen, wees er niet spaarzaam mee. Um, je hebt genoeg. Hè? Um, en heb je echt nog nodig? Het kost echt niet zo heel veel om bij te kopen. Maar als je dit al kan spenderen aan pedalen, heb je echt wel heel veel pedalen geplakt. Dus doe zeker voldoende. Uh, zodanig dat je pedaal echt goed vasthangt. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Hè? Als je want dit ding krijgt, natuurlijk heel wat. En ik simuleer nu even de live ervaring. Oh! Zo, bijvoorbeeld. Voilà, dat is een levensechte simulatie van de live ervaring. Nogmaals, en ik uh, herhaal het nog voor de laatste keer. Bij het kiezen van een pedalboard er absoluut rekening mee dat je niet de pedalen gewoon op elke manier zo dicht mogelijk bij elkaar kan zetten. Dat zou in principe lukken, maar hou rekening mee hè, dat je patchkabels hier zitten ze bovenaan, hier zitten ze bijvoorbeeld ook bovenaan, dus dat zal al niet meer lukken. Dus je hebt nog voldoende ruimte nodig om uh, patchkabels te gaan voorzien, als ook stroomkabels. He, dus hier moet je al rekening houden dat je toch wel een platte patchkabel gebruikt. He, heb je dat niet bijvoorbeeld, dan moet die al iets verder uh, van de andere pedaal. Dus hou er een beetje rekening mee. Ik zou zeggen, ga niet te klein. Want nogmaals, pedalen zijn echt zo leuk. Um, zijn... Worden echt steeds beter en beter. En je kan ze echt in alle prijscategorieën zitten. Echt toppers ook. Dus zeker niet zo dat enkel de heel dure goed zijn. Absoluut niet. Um, dus hou er vooral rekening mee ook bij het plaatsen. Maar is voor een andere aflevering. Uh, dat je genoeg plaats overlaat om uh, zeker patch- en stroomkabels voldoende plaats te geven. Voilà. En dit, lieve vrienden, was de eerste episode van How to Paddleboard. En we hebben eigenlijk de reden uh, gezien waarom een paddleboard echt wel de max is. En uh, eens je zo'n gekocht hebt, zal je het nooit meer kwijt willen. We hebben een paddleboard voorzien van Velcro. En uh, de volgende aflevering gaat over uh, eigenlijk wel een heel belangrijk iets misschien wel het meest belangrijke uit deze reeks en dat is stroom of power. Als je iets nodig hebt dus alles wat je hier ziet kan je in principe kopen bij Bax Music op onze website en de link staat natuurlijk ook in de omschrijving. Voor alle episodes of onderwerpen van deze reeks, heb je vragen, stel ze absoluut in de comments en we gaan ze proberen van allemaal zo snel mogelijk te beantwoorden. Vond je dit soort video's heel leuk, geef ons een like. Het is echt enorm gewaardeerd. En ik hoop jullie heel binnenkort uh, terug te zien in aflevering 2. Zoals gezegd over stroom, alles over AC en DC en volt en ampère en noem maar op. Alles wat je moet weten om deze mooie pedalen niet te laten ontploffen. Dus tot heel binnenkort. Mijn naam is Tom, dit was Bax Music. Bye bye!